Brood. Brood even wat laten uitdrogen in de oven. En stukjes snijden. Zo ziet het er dan helemaal gesneden uit. Als blokjes. Gemalen noten. Een stuk of 5 kleine uitjes genomen. En een paar eetlepels maïzena en wat water erbij. 3 eieren bij om het een beetje te binden. En wat bouillonblokjes. En wat groene kruiden uit Frankrijk, Italië. Nou, alles is al voorbereid en nu alles bij elkaar gooien. Hè? Alles is door elkaar gehusseld. Balletjes kneden. Kijk, mooi bal. De oven voorverwarmen op een graad of 175. Maar in met die handel. En het notengehakt is klaar. Yum, 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 yum. Lekker smullen.